Duiven heeft hij nog wel, maar het zijn er ongeveer 20 minder dan vorige week. Op een morgen vond Arend Sweers deze dode duif in zijn hok. Talentvolle wedstrijdduiven. Alleen de foto's heeft hij nog. Hier zat de doem. Kijk, het enige wat er van over is, dat ben die veren. Nou, hier zat een van de doem, man. Ik sta smuizen in mijn hok. En ik kijk. En toen liggen hier allemaal veren. En allemaal doem met de kop eraf. Die doem met blauw te roet. Nou, sneeuwmatter. En weg. Arend Sweers houdt in Paterswolde al een jaar of 30 duiven. Op deze manier is mijn hobby op dit moment verpest. En ik heb al mijn doem, mijn kweekdoem, vleegdoem, alles bij elkaar in één hok. En anders laat je de doem overdag vliegen. En dan kunnen ze trainen. Nou, dan kunnen ze nou eigenlijk niet, want alles zit bij elkaar. Ook doem die dus niet bij mijn wend ben, die kunnen niet uit. Dus kan geen doel goed eigenlijk. Dus eigenlijk is het hele seizoen weg. Maar je hebt nog wel doen. Ik heb nog wel doen. Maar ik heb nou mijn oude hebben al in één hok zitten. En dan zeg ik, ik ga het veel verloop van het seizoen verder. Ik kan ze nooit klein laten. We trainen. Daaraan, hè. Rustig aan. Rustig aan. Het komt vanzelf weer gauw, hè. Arend Sweers neemt harde maatregelen om de steenmatters buiten de deur te houden. Nou, opblussen om het hok gewoon allemaal met dik goos allemaal dichter maken. Kijk, dan door die pan laten, dan gaan ze gewoon deur. En dan wordt dit goosting aan. Kijk, en zo willen we dit ronde maken. En dan komen ze hier niet weer deur aan. Nee. He? Nee. Dan bist u tevreden? Ja. Door de overval van de steenmarter zijn de duiven gestrest geraakt. Arend Sweers hoopt ze weer rustig te krijgen. Nou, je moet ze een beetje voor aanpakken, dan worden ze mooi maken. Hè? Maar ja, hier in dit hok, op het moment met zoveel doelen erin, dan... En zo wilt. Wat betekent dit nou dat je eigenlijk met iemand op nek moet beginnen? Nou, wel veel natuurlijk. Ja.